als team heb je een leider nodig die ook meegaat met het team. Je moet het team meekrijgen om de taak te kunnen uitvoeren, want samen ga je het doen. En dus het is niet dat mensen staan te schreeuwen en vinger te wijzen zoals je dat in de film ziet. Door veel leiders te kunnen volgen binnen Defensie, heb ik dat ook mee kunnen nemen en voor mezelf ontwikkelen, zodat ik dat ook kan doen in het bedrijfsleven. Als ondernemer bij een radiostation bijvoorbeeld, dat ik ook een team mee moet krijgen en dat we samen de klus kan klaren.